dit heet in Amerika, maar ook in Nederland wel, een field day voor de journalistiek. Dat is volgens mij aanstaande in Amerika. Men kijkt al vooruit bij de dag eigenlijk op de presidentsverkiezing die eraan komt een keer. En men vermoedt, en de signalen zijn steeds sterker eigenlijk, dat zou wel eens kunnen zijn Clinton, Hillary versus Bush, Jeb. Hillary Clinton, ik heb het hier aan tafel vaker gezegd, ik kan me niet voorstellen dat ze het niet gaat doen. Zij is echt samen met haar man, ze zijn verslaafd aan het Witte Huis, aan het presidentschap. Jeb Bush die heeft helemaal geen grote naamsbekendheid, maar de familienaam is heel erg groot. Ja. En ze hebben de verkiezingscycli meegemaakt. Ze weten wat het is om campagne te voeren. Dus dit zou met recht een titanenstrijd worden. En de afgelopen dagen lijkt het er steeds meer op, omdat iedereen zich ermee begint te bemoeien, dat het echt gaat gebeuren. Nu draait hij het om. Briljant, Karl Rove. Dus wat zegt hij nu? Die Hillary Clinton, die moeten we eigenlijk niet hebben, want die heeft waarschijnlijk een terminale ziekte. Dus wat gaan we dan kiezen? Een mevrouw die in het Witte Huis dadelijk doodgaat. Dat heeft hij niet zo letterlijk gezegd, maar dat is de implicatie. Hij speelt dus ook nog heel erg smerig met liegen. Echt. Je hebt slecht, slechter, alles slechtst. En dan heb je Karl Rove. Ja. Dat is zijn. Dat is Karl Rove. Dan komt naast mij zitten Joop van den Ende. En verder zijn de jongens aan tafel. Tido, Svenno en Stijn. Ja. Jonge Billy Elliot's. De aanleiding is dat Billy Elliot, de film uit 2000, de musical uit 2005... en nog steeds heel succesvol over de hele wereld. Ik geloof dat inmiddels 10 miljoen mensen gekeken hebben. Ja. U dacht, dat moet eigenlijk ook naar Nederland. Maar zo makkelijk is dat niet. U heeft er een school voor moeten oprichten om Billy Elliot's op te leiden. En vanuit die 150 hebben we er weer 50 van gemaakt. En die hebben we toen laten zien aan de Engelsen. En die waren muisstil. Kijk aan. Die hebben niet... Die begrepen niet waar het talent vandaan kwam. Wat zo mooi is, en dat is volgens mij ook voor jullie leuk, dat de musical ook gaat over de vrijheid van het dansen. Dat je zo blij wordt als je danst. Dat je alles vergeet. En dat is heel erg mooi in de musical. Het is een emotionele musical. Afgelopen zaterdag zagen ruim 6 miljoen mensen hoe de Common Linnets tweede werden op het Eurovisie Songfestival. Tussen al het spektakel waren zij het rustpunt met hun liedje Calm After the Storm, dat sober in beeld werd gebracht door de Vlaamse regisseur die eerder grote live registraties maakte van Metallica, Coldplay, Red Hot Chili Peppers en nog veel meer, Hans Pannekoeken. We hadden toen al gerepeteerd, we wisten al wat we gingen doen. Dus, en toen zei Paul Rebiets van, ja, ze moeten elkaar nog vinden. Ja. En toen wist ik al van, ja, maar ze staan zo. Ja. Ja. Komt goed, man. I Will Survive Gloria Gaynor werd in 1994 een internationale hit in de uitvoering van het studentencollectief de Hermes House Band. En sinds het gewonnen WK van 1998 is het juist die versie van het lijflied van het Franse elftal. Aan tafel de vrouw met wie het allemaal begon, zangeres Judith Nijssen. La, 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 la.